Een hele goede middag. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij hebben vannacht een nacht gehad. Eerst Sam, die had honger. Dus die heb ik een flesje gegeven. En toen wou ik Sam in bed leggen en toen begon de volgende. Jordi. Die voelde zich niet zo in zijn hummetje. Nou ja, hij heeft natuurlijk buikkrampen en hij is een beetje aan het snotteren en ja. Dat is gewoon zo en daar kun je niks aan doen. Bij hem is dat sowieso al snel, hè. Dat als hij een beetje last heeft van snot, dan zit het al gelijk helemaal boenk vol. Mm. En dan kan hij kan niks meer. Het hoeft helemaal niet rampzalig bij hem te zijn, maar... Nee, hij kucht niet en hij hoeft niet echt goed door. Nee, hij kan het gewoon niet kwijt en dat is het hele probleem. Dat heeft hij nooit gekund. Dus, maar daarvoor gaan dadelijk ook de keelamanden en de neusamanden eruit. Mm-hmm. Dus ja, dat is op dit moment wat er aan de hand is. Ze liggen nu allebei op bed. En Sam, die is hier. Ja, Sammy, hè? Ja. En wij hebben vandaag verder een hele drukke dag. Wat gaan we doen? Uitrusten van vannacht? Nou nee, dat gaan we niet doen. Daar hebben we geen tijd voor. Jammer. Want, wat gaan we morgen doen? Morgen krijgen we bezoek. Ja, wij hebben de verjaardagen van Liam en Jordi niet echt gevierd. Nee. En de geboorte van Sam ook niet echt gevierd. Dus wat gaan we doen? Ja, proberen een klein feestje te houden. Ja, met gewoon morgen komen vrienden. En volgende week komt de familie, dus we houden dat ook een beetje gescheiden, zodat dat ook niet een al te grote groep is. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat we vandaag voorbereidingen voor doen. Mm-hmm. Dingetjes maken en alles. Dus dat is eigenlijk een beetje waar we mee bezig zijn. Opruimen, een beetje alles klaarzetten, zodat we morgen niet zoveel hoeven te doen. Toch? Ja. Dus dat is wat het plan is. En voor nu gaat Sam zo dadelijk lekker de box in. En ga ik beginnen met dingetjes maken. Ik heb de drie salades al klaar. Dit is tonijn, eiersalade en kip curry. Ik heb ook al een stuk deeg klaar voor mijn appel of kruimenvlaai. En ik ga nu het volgende deeg maken, want ik maak twee vlaaien en een manchoetaart. Dus ik ga even verder met mijn volgende deeg, want die moet in de koelkast, anders is hij veel te warm. Vergeten te uploaden, ben ik nu aan het doen. Dus hij komt weer eens wat later.
Hoe gaat het met jou? Nou, vertel. Heb je net lekker gegeten? Dankjewel. Heb je net lekker gegeten? Ja? Hij is gewoon lekker verkouden. Ik heb wel eventjes een zelftest gedaan. Gewoon puur om te kijken of dat er bij ons iets heerst. Maar er heerst niks. Lekker stukje. Het is nooit leuk, hè? Je hebt er nou eenmaal sneller last van. Maar hij is nog wel heel vrolijk. En heel blij. Ik hou van jou. En hier is ook iemand aan het snutteren. Met zijn vieze t-shirt. Met zijn vieze t-shirt. Je hebt van alles staan. Kunnen we daar soep van trekken? Ja. Dat is het nadeel, hè? Dan zijn alle drie de kindjes aan het snutteren. Ja. Dat is toch geen nadeel? Oh. Oké. Nou, die informatie hebben jullie nu ook. Doe ermee wat je wil doen. Ja. De bietjes. En als de appelvlaai dan klaar is, dan ziet hij er zo uit. En morgen gaan we proeven. Zeg, wil je dat geniezen even later alsjeblieft, dankjewel. Ik heb hier alles versierd. Met Niels samen natuurlijk. Buiten hebben we ook wat versierd. En daar op de deur staat het, want... morgen gaan we verjaardagen vieren van Jordi en Liam en de geboorte van Sam. Daarom hangt hier ook It's a Boy en daar hangt de naam Sam. Maar wie morgen nog meerjarig is, dat is de allerliefste papa van mijn kindjes. Jee, en ik heb al gebak gekregen. Ja. Want het is nou net eigenlijk 12 uur geweest dus. Ja, ik heb ook nog kruimelvlaai gemaakt. En die wilde Niels graag proberen, dus ik zei, ja, je bent jarig, dus dat kan ik niet weigeren natuurlijk, hè? Oh, nou geef je mij de schuld. Nee, ik vroeg of die gebak wou. Dus wij gaan er even lekker oppeuzelen en dan dadelijk lekker ons nest induiken. En morgen de puntjes op de i zetten. Ja, en genieten morgen van de dag. Drinken staat al koud. Ja, alle salades zijn klaar. De vlaaien, of in ieder geval het gebak is klaar. Dus morgen poetsen hier en dan, ja. Maar we vieren morgen de kinderen een verjaardag, maar ook een beetje die van Niels dus. Hey, Leo. Hey! Sam die zit in de wipstoel. Ik kan niet alles bij elkaar hebben natuurlijk. Mama heeft... Ja. Mama heeft cadeautjes geregeld van de kindjes voor papa. Wat is dat, Leo? Ja. Alsjeblieft, papa. Dankjewel. Gefeliciteerd met jouw verjaardag. Kijk eens een kaartje, Liam. Papa, gefeliciteerd met jouw 34e verjaardag. Heel veel knuffels. En kusjes. Mama, Jordi, Liam en Sam. Moet je beer ook mee praten. Mama had geen tijd om het in te pakken. Ze had het te druk met andere verjaardagsdingen.
bungee cord. Dus ze kunnen bungee jumpen daar, Cleo. Er zijn dingen die papa nodig had, hè? Doe je de toilet? Papa stinkt. Nog meer stinkies? Ja. Stinkies die je altijd gebruikt. Klusspullen? Ja. De hint van mama. Die kom je ook altijd tekort. Wat is dat? Die papa helpen. En nog iets wat papa heel graag wou, hè? Jee, een bierpul. Ja, wat gaat er erin? Nee, zo'n cola. Ja, voor de barbecue. Dan kun je je briketten mee warm maken. Ja, die wou je graag, toch? Mm-hmm. En Jordi heeft ook nog een cadeautje voor papa. Jordi had nog iets op schooltje gemaakt voor papa. Wil jij hier zetten dan? Alsjeblieft, papa. Die is van Jordi. Nee, Lia. Die is voor papa. Misschien moet je die even apart uitpakken. Nee. Zonder de kindjes. Liam is zo verslaafd aan papa. Die is gewoon heel jaloers. Ja, dat klopt. Wauw! Happy birthday to you. In de wei staat een koe. De koe zegt I love you. Happy birthday to you. Gefeliciteerd lieve papa. Aww. Heb je dit gemaakt? Dankjewel. Wauw! Wat mooi, Jordi. Wauw. Wij zijn er klaar voor. Ik heb een jurkje aan. Niels heeft zijn verjaardagspakje aan. Sammy heeft kleertjes aan. Sammy die heeft kleertjes van het werk van Niels aan. Ik zal het even goed filmen. Wacht. Sam heeft een Volkswagenbusje aan. Ja! Met een leuke broek en sokkies. Hè? Ja! En Liam, wat heb jij aan? Liam die heeft ook een leuk shirt aan. En daar staat op... Deug niet! En het past hem ook nog! En dat ding staat aan. Stom ding. En Jordi... Je hebt ook leuke kleertjes aan, hè? Jordi... Ja? Jordi heeft ook leuke kleertjes aan. Ja! Allemaal voor een feestje vandaag, hè? Hé, hey, jongen. Lekker stukkie. En Jordi heeft ook niet geslapen. Want Jordi wilde niet slapen. Ben je allemaal aan het vertellen? Oh. Ben je aan het vertellen dat het bezoek weg is? En dat jullie allemaal verwend zijn? Papa. Jullie zijn allemaal verwend. Papa ook. Ja. En Liam ligt al op bed. Papa heeft allemaal biertjes gehad. Ja, papa heeft al een biertje gehad. Gaan we dadelijk laten zien, hè? Mm-hmm. En Jordi heeft zijn fles op. Dus die gaan we ook naar bed brengen. Ja. Is het gezellig? Nou, de kindjes zijn goed verwend. Papa is zelfs verwend. Ja. Ja. Dat kan niet meer stuk of wel. Nee, het was hartstikke gezellig. Ja. En nou gaan we nog wel opruimen. Liam ligt al te slapen. Jordi ligt in bed. Ik denk dat hij ook ligt te slapen. Je hoort niks. Ik hoor hem niet meer. Nee, dus ik denk dat hij ook ligt te slapen. Ja, hij had nog niet geslapen vandaag, dus de kans is groot. Ja, dus wij gaan hier even opruimen en zorgen dat de boel weer aan kant is. Denk een uurtje en dan kunnen we lekker bank gaan hangen.
Toch? En ja, we gaan ook gelijk voor volgende dag afsluiten, want ja, we gaan niks bijzonders meer doen. Dus de volgende swipe is dan weer de volgende dag. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Wij zijn alweer op. En de kindjes die zijn een spelletje aan het spelen. Zijn ze samen aan het doen. Ja, samen spelen, hè? Oh, en die stomme weer staat hier ook weer aan. Ik heb mezelf aangezet. Ja, want Liam, die was van de bank afgevallen. En wat gebeurt er als Liam moet huilen? Dan moet je die beer pakken en dan gaat hij tegen vertellen en dan is het zo weer voorbij. Toch, papa? Mm-hmm. Niet je mond, Jordi. Niet je mond gebruiken. Nou, ik ben met Manuel weg geweest, want ik moest, zie je het? Nee, je ziet het niet. Magnetisch worden. Magnetisch worden in de ogen van Niels. Mijn prik halen, mijn tweede vaccinatie. En hier zie je een foto van mij, wat Niels heeft gemaakt. Wel met plakband, hè? Ja, wel met plakband. Niels, ik roep de hele tijd dat ik magnetisch ben. Gewoon voor de grappen, hè. Dus niet serieus bedoeld. Omdat er zoveel in het nieuws kwam dat je magnetisch werd van die vaccinatie en alles. Dus ik zei tegen Bianca, ik belde Bianca op. Zeg, ik ben alweer thuis. Dus Manuel is bijna thuis. Nou, oké. Okay. Ik zeg, maar ik ben weer magnetisch. Ik zeg, maar mijn piercing blijft gewoon hangen. Dus ze kijkt me echt zo aan, zo van, Mandy, jij bent echt gek. Dus toen kwam Niels aan met die lepeltjes. Nou, en die heeft dus die foto gemaakt. Had die plakband opgeplakt, die slimmerik. Nou ga ik even dadelijk wat eten. En dan ga ik alle spullen klaarmaken, want... We hebben verjaardag. Oeh, niet meer gedacht. Ik wist wel dat we iets hadden, maar ik heb nog niet op de kalender gekeken. Ja, nou, dat hebben we dus wel. Nou, dan gaan we dadelijk, papa dadelijk de auto gereed maken. Maar eerst even wat eten. Dan gaan we met de Bambix band op pad. Ja, want we moeten ook een klein stukje rijden. Mm-hmm. Dus ja, dat gaan we doen. Zo, wij zitten in de auto en we zijn onderweg. Sammetje zit daar, Liam daar en Jordi daar. Het zitten allemaal bij elkaar. Thuiskomen wil Sammy een fles. Toen is weer op bed. Slapen. Ja. En wij doen heel even bank hangen. En dan gaan we daar ook naar bed. Dus bij deze gaan we dit feestelijk weekend ook afsluiten. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.